Zaterdagochtend op tennis- en padelvereniging Pimelier. Op de tennisvelden heerst een serene rust, maar op de drie padelbanen is het veel drukker. En het is juist deze nieuwe sport die de vereniging een flinke boost heeft gegeven. En dat was nodig, want de vereniging zat in heel zwaar weer. Ik zag gewoon een artikel van, nou, padel verovert de wereld. Ik dacht eigenlijk van, is dat wat voor onze club? Op dat moment ging het met de club qua leden niet best eigenlijk. De aantal leden daalde drastisch. Dus eigenlijk bent u een beetje de redder van deze club geweest? Nou, ik zou een redder zijn als ik het ook zelf allemaal had betaald. Maar dat is niet zo. Nou ja, ik heb aan de bron gestaan van misschien wel van de redding van de club. Ja. Het gaat nu zelfs zo goed dat de vereniging gaat uitbreiden van 3 naar 8 padelbanen. En daarmee wordt ze, voor zolang het duurt, de grootste padelvereniging van Nederland. Het is eigenlijk groter succes dan ik dacht. Maar je ziet zoveel mensen met veel plezier. En ook mensen die helemaal niet getennist hebben, die hier ontzettend handig in zijn. En het rouleert ook lekker door. Je hebt vrouwen en mannen door elkaar. En mensen die wel kunnen tennissen, mensen die niet kunnen tennissen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dus het is, het leeft er erg van op hier. De ontwikkeling van padel in Nederland zorgt ervoor dat je positieve ervaringen hoort van verenigingen die dat al gedaan hebben. En de reacties op de padelbanen die gerealiseerd werden, waren ook positief. Dus ja, je voelt dat je eigenlijk het goede gedaan hebt. Komt hier niet dan over een paar jaar ook een groot toernooi? Een Grand Slam, om maar even iets te noemen? Dat is zeker wel het streven. We zijn in goed contact met de KNLTB hierover. En de mogelijkheden, zodra de banen er zijn, hopen we dat we zo snel mogelijk de kans krijgen om dit te faciliteren. Dat is wel het streven, ja.